50 meter van het startpunt. En de start is gevallen. Rustige start van de favoriet Hexa de Tals. En na de start aan de buitenkant Gralin Duglanon, die gaat de leiding nemen. Daarachter Philly Witchy, die meegaat aan de relingzijde Hira de La Haye. Daarachter wordt teruggenomen Gaia Kiel. En aan de buitenkant gaat nu naar voren Granadella. Ze gaan de paardenpositie kiezen in de eerste bocht. En het is Gralin Duglanon die de leiding gaat nemen. Had hem eigenlijk al, maar kan nu ook naar binnen. Daarachter aan de relingzijde ligt Philly Witchy. En aan de buitenkant komt Granadella. Daarachter ligt Hira de La Haye. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune in. Daar hadden we een blik op de staart van het veld. En laatst op dit moment is de favoriet Hexa der Tals. Paarden komen voor de tribune langs. Ze hebben nog twee ronden te gaan. Tempo wordt nu gemaakt door Granadella, want die neemt over. Granadella de nieuwe leider. Daarachter op de tweede plaats ligt Gralin Duglanon. En daarachter op plaats drie is het Philly Witchy. Gaan even kijken of er een tussentijd is. Die is er 1.13.8 voor de eerste 500 meter. Paarden gaan de rechterbocht door, de Z-Turf bocht. Granadella leidt. Gralin Duglanon op tweede plek. Daarachter op de derde plaats Philly Witchy. Vierde plaats Hira de La Haye. Dan een tijdje niets. Dan Gaia Kiel. Dan weer anderhalve lengte niets naar Ikidali. En achter Ikidali volgt dan Hexa der Tals. Er zit behoorlijk tempo in de koers. Rick Wester maakt het tempo in de kleuren van Patrick Davidson. Dat doet hij met Granadella. Granadella, nu gaat het tempo ietsje naar beneden. Daarachter ligt Gralin Duglanon. En daarachter op de derde plek volgt dan Philly Witchy. Zo gaan we ook even kijken naar de tweede 500 meter. Die gaat in 1.16.7. Eerste kilometer in 1.15.2. En de hekkensluiter is nog altijd Hexa der Tals. Maar die gaat nu naar het tweede spoor. Favoriet begint wat op te schuiven aan de buitenzijde. Daar is hij net aan begonnen. En het is Granadella die nog altijd leidt. Granadella, Wester kijkt achterom. Ziet heel in de verte misschien Rick Ebbingen aankomen. Misschien ook net niet. Daarachter op de tweede plaats Gralin Duglanon. En als hij nu naar de rechterkant kijkt, Wester, dan ziet hij de favoriet wel, want die komt er nu heel hard aan. Hexa der Tals aan de buitenkant op weg naar voren is uitgekomen op plek 3. Philly Witchy gaat er nu ook uit. Gaat de rug van de favoriet pakken. Daarachter ligt Gaia Kiel. Dan daarachter Hira de La Haye. En de laatste plaats voorlopig voor Ikidali. We gaan de laatste ronde inmiddels in en we hebben weer een derde 500 meter tijd. Die luidt 1.20.4 en inmiddels ligt Hexa der Tals naast Granadella. Twee rikken naast elkaar, galopaarden in de start van het veld van Ikidali. We hebben nog 700 meter te gaan, gaan door de Z-Turf bocht en het is Granadella die leidt. Hexa der Tals ligt tweede, aan de buitenkant Philly Witchy gaat makkelijk mee. Aan de relingzijde geldt hetzelfde voor Gralin Duglanon. Daarachter Gaia Kiel, die is naar het tweede spoor gegaan, het derde spoor zelfs voor de deelnemer met de minste winstsom in deze koers, Hira de La Haye. Paarden zijn halverwege de rechterlijn overzijde en daar staat Granadella onder druk en aan de buitenkant wordt nu overgenomen door Hexa der Tals. Hexa der Tals de nieuwe leider, daarachter op de tweede plek aan de buitenkant Philly Witchy. Dan Granadella, Gralin Duglanon moet het ruggetje laten gaan. Gaia Kiel probeert nog mee te gaan. En Hira de La Haye is ook wat moe. En zo gaan ze de laatste bocht door. Halverwege de Tjarda-bocht leidt de favoriet Hexa der Tals. Gaat lekker hangen in het check en heeft anderhalf, twee lengte voorsprong. Philly Witchy is een achtervolging. Dat was hij eerder ook al eens en toen klopte hij de favoriet. Kijken of dat vandaag weer kan. Zijn in de laatste rechte lijn. Hexa der Tals aan de binnenkant. Philly Witchy aan de buitenkant probeert het. Granadella ligt derde. Weg naar de streep. Ebbingen heeft hem zien komen. Philly Witchy en Philly Witchy loopt niet hard genoeg meer in. Het is Hexa der Tals die hem gaat winnen. Hexa der Tals wordt de winnaar. Moet wel even wakker gehouden worden, maar dat lukt makkelijk. Hexa der Tals de winnaar. Tweede plek is voor Philly Witchy. Derde Granadella. En vierde is Gaia Kiel. Voorlopige eindtijd 1.17.1.